Mevrouw, u staat anderhalf uur buiten in de kou. Wat is er gebeurd? Ik was in mijn huis, toen hoorde ik brandweersirenes en politie-sirenes. En dat hield ineens voor mijn deur op, want normaal gaat hier heel vaak wat langs. En toen keek ik naar buiten en nou ja, toen zag ik dat ze gestopt waren aan de overkant. En nou ja, kijken of je brand zag of wat dan ook. En opeens zag ik uit een heel klein zolderraampje wat dicht was. Daar kwam wat rook uit en de politie was daar naar binnen gegaan en de brandweer ook. En toen werd er even later een meneer afgevoerd. Die ging in de ziekenauto die inmiddels ook was gekomen. En ik denk dat die onderzocht werd en die werd later naar het ziekenhuis gereden. En toen werd alles weer rustig. Totdat ik zag dat ze de straat helemaal af gingen zetten. En nou ja, op een gegeven moment, na een half uurtje van... komt de politie ineens. Ja, je moet het huis uit, want er is explosiegevaar. Wat is er uit de Friesestraatweg nou uiteindelijk gebeurd? Nou, wij kregen rond 17:15 een melding van een brand. Maar al snel, de brand werd geblust door de brandweer, maar al snel ontstonden de geruchten dat er mogelijk een explosie zou zijn geweest. Er was wat verwarring of er mogelijk sprake zou zijn van explosief. Nou, we konden de oorzaak van de brand ook niet direct duiden. Hè. Soms is het een gaslek of iets dergelijks. Maar we wisten het gewoon niet. Degene die in het pand aanwezig was, was een manspersoon. Die is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bewoonster is uiteindelijk aangetroffen en daar is ook een verklaring van opgenomen. Maar daar ging wat tijd overheen. We wisten het gewoon niet zeker, dus we hebben gewoon het gebied afgezet. Uit oogpunt van veiligheid. We wilden eerst zeker weten wat de oorzaak is geweest. En nou, uiteindelijk na nader onderzoek door specialisten is niet gebleken van een explosief. Ook niet van een explosie. Uiteindelijk zou het nu gaan om een brand. Alleen de oorzaak van de brand is onbekend. De woning wordt morgen nader onderzocht echt op, om te kijken wat echt de oorzaak van de brand is geweest. Dank u wel.